Niks voor niks. Onder die titel is bij She Art Gallery in Nuenen een nieuwe expositie van start gegaan. Galeriehouster Sheila Haasnoot heeft bestaand en vooral nieuw werk bij elkaar gebracht. Werk van een groot aantal kunstenaars die aan haar galerie verbonden zijn. Niks voor niks. Daarmee vraag ik aandacht voor alle kunstenaars, wat ze allemaal hebben moeten doen om te bereiken en te komen tot waar ze nu zijn. Het schilderij hangt er niet in één keer. Dat is jaren proberen, uitproberen, beter worden, jezelf verbeteren. Allerlei exposities die misschien vruchteloos zijn om te komen tot waar je nu bent. En dat vergeten heel veel mensen. Het kunstwerk wat u koopt, wat aan de muur hangt, is jarenlang keihard vechten en doorzetten van de kunstenaar. En daar wil ik wel eens aandacht voor vragen. Een van de kunstenaars is Caroline Willems. Zij schildert alleen maar portretten. Zij gaat erin altijd op zoek naar de persoonlijkheid en de emoties van haar modellen. Ik vind het echt een uitdaging om de ziel bijna te kunnen weergeven van wie zij is. Dus niet zozeer het plaatje. Ja, en dat vind ik gewoon heel fascinerend. Ik vind mensen gezichten sowieso heel fascinerend. Dus vandaar die keuze ook. En dan zie ik in jouw portretten niet zo heel veel kleur. Dat doe je ongetwijfeld bewust. Of dat heel bewust ontstaan is, weet ik niet. Het is voor mij heel intuïtief dat ik kleuren kies. Alleen voel ik me hier gewoon het beste bij een sober kleurenpalet. Waardoor de emotie, denk ik, nog sterker in mijn portretten naar voren komt. Ja, je gebruikt het woord emotie al. Met name dit schilderij waar we hierbij staan. Daar spat de emotie vanaf. Ik zoek altijd de emotie op. Mits dat ik met de bestaande foto iets kan als iemand overleden zou zijn. Maar ik zal altijd trachten om de persoon te kunnen weergeven zoals die ook als persoon was. Dus dat je bijna kan voelen wie het was als het iemand betreft die is overleden. Maar anders is het voor mij gewoon, de emotie is wat mij raakt, persoonlijk ook. En ik hou heel erg van ingetogen en sereniteit. Je zult mij niet zo snel iets heel uitbundigs zien schilderen. Een ander beeldend kunstenaar is Kitty Tijbos. Aanvankelijk schilderde zij, maar ontdekte een paar jaar terug het beeldhouden en sindsdien is dat wat ze doet. Boten en schepen inspireren haar en zie je vaak terugkomen in haar werk. Nou, ik ben opgegroeid op het water. Mijn vader was een hele fanatieke zeiler, die hield er enorm van. Dus wij gingen ieder weekend en iedere vakantie zaten we op het water. Gingen we naar Friesland, lag de boot. Dus we hebben, als kind heb ik heel veel tijd op het water doorgebracht, wat ik heerlijk vond. En dat mis ik ook wel. Ik weet niet, het zit gewoon in je lijf of zo. Het is een heerlijke sfeer. Ja, en inspiratie haal je ook uit vogels. Ik zie ook vaak vogels in jouw beelden, al of niet in abstracte vorm. Waar komt die fascinatie vandaan? Nou, het is eigenlijk net als met boten. Ik heb natuurlijk al iets met boten aan zich, wat ik net vertelde. Maar een boot staat ook symbool voor een bepaalde vorm van vrijheid, het gevoel van vrijheid. En bij vogels is dat eigenlijk net zo. Bij vogels ligt het misschien nog iets meer voor de hand, maar beide verbeelden voor mij het thema vrijheid. Sheila Haasnoot is in haar galerie samen met de vaste kunstenaars een nieuw kunstproject gestart. What's in a Dot? Ik ben galeriehoudster en ik merkte dat ik jarenlang heel weinig geschilderd had. Eén schilderij stond al een jaar op de ezel. En ik denk, nou, dat kan zo niet langer. Dus ik ben een nieuw project gestart. En hoe leuk is het dan om samen met je eigen kunstenaars die band aan te trekken en in de kunst. En we hebben samen kunst ontwikkeld. Ik heb een heel groot assortiment kunstenaars. En zij maken allemaal hun eigen profiel in een dot, een rondje. Op een kunstwerk wat ik zelf gecreëerd heb. De rand die is gemaakt door mij. Daar kan ik lekker aan werken tijdens de vrije uurtjes die heel spaarzaam zijn in de galerie. Eigenlijk zetten zij dus hun handtekening hier in de galerie. Letterlijk en figuurlijk. De expositie Niks voor Niks, inclusief de dots, is nog te zien tot en met 21 februari aan de Hufkes in Nuenen.